Ik ga jullie nu uitleggen hoe het de truc werkt. Je neemt een glas. Je knipt vervolgens een cirkel uit. Die plak je hierop. Zoals jullie zien, hierop. Op het moment dat je hem hier neerzet, op het witte papier. Moet je hem altijd op een wit papier hebben. Zie je die witte cirkel, zie je niet zitten. Dat zie je echt niet. Dat valt niet op. Je neemt een 20 eurocent stuk. 20 eurocent. Nee, die leg je op tafel. Je pakt één wit papier. En dan pak je nog een wit papier. Die vouw je als een koker om deze heen. 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 Dan heb je een beetje zo, een kokertje. Dan heb je dat ding. Dan pak je die. Dan pak je dat glas, weet je. En die teel je, als jou, over het muntje. Ik zou het nou laten zien zonder kokertje. Hoe we dat doen. Je pakt het glas. Nu zie je het muntje niet, hè. Ik doe zo. En je ziet het muntje. Normaal gesproken heb je de kokertje erbij. Dus ziet niemand dat het muntje verdwijnt onder het glas. Onder het glas. Dan doe ik het weer terug, dan pak ik weer die koker erbij, normaal gesproken. En doe ik zo, hè? En weg is het muntje. Nou, met koken. Kokertje maken. Even een beetje blazen. En daar is het muntje weer. Nog een keertje. Weer. Kokertje maken, koker maken. Kokertje omheen maken, koker maken. En weg is het muntje. Snappen jullie nu hoe het moet? Doe het dan zelf thuis. Ook uit, probeer je. Probeer iedereen voor de gek te houden. Groetjes. Later.